Martijn Koning. Martijn. Hallo. De trend van 2011 is getrimd schaamhaar. Een bedrijf verkoopt verschillende vormpjes waarmee vrouwen hun haircut in elk gewenste figuur kunnen trimmen. En vrouwen scheren het bijvoorbeeld in de vorm van een hartje of een pijl. En dat is echt geweldig. En ik heb ook een idee. Wat denk je van het Nike-teken? En dan weet je meteen als man, die wil geen voorspel, maar just do it. En je zou er ook woorden van kunnen maken. Hallo of tot ziens of allebei. En mijn voorstel zal zijn dat er welkom staat. Je voelt je dan gewenst. En het woord welkom is vele malen beter dan enkel de deurmat. Ik ga het zelf ook proberen. Ik weet zeker dat er met mijn bos er makkelijk 5 hartjes met 5 pijltjes doorheen uit weet te krijgen. En respect voor degene die dit verzint. Je springt in een gat in de markt, zal ik maar zeggen. En daar is over nagedacht. Het bronzen beeld van de denker staat weer op zijn oude plek in de tuin van het Singer Museum. Het werd een paar jaar geleden gestolen en zwaar beschadigd door dieven die het brons wilden verkopen. Gelukkig werd het beeld al na 2 dagen door de politie gevonden. Aan de hand van een verscheurde routebeschrijving die was achtergelaten op de plek van de diefstal. En dan heet het beeld dat je steelt notabene de denker. En daar was duidelijk niet over nagedacht. En brons en koper brengen tegenwoordig heel veel geld op en het wordt op grote schaal gestolen. Niets is veilig. Beelden, hekwerk, bliksemafleiders en de koperen draden in de bovenleidingen van het spoor. Wat niet alleen tot vertragingen leidt, maar er ontstaan levensgevaarlijke situaties. En onlangs was het de oorzaak van een treinbotsing. En de NS heeft het al zo zwaar. Slecht werkende treinen, grootschalige OV-chipkaartfraude en nu steeds meer gevallen van koperdiefstal. Het begint een beetje op payback time te lijken. We kleden de NS helemaal uit. We laden illegaal onze OV-chipkaarten op en jatten het koper uit hun bovenleidingen. Revolutie! We zijn de jarenlange dictatuur helemaal zat. Na Tunesië en Egypte is de dictatuur van de NS aan de beurt. Vanaf nu reizen we gratis en jatten hun koper. En ze kunnen bepaalde stukken in de gaten houden, maar ze kunnen nooit overal tegelijk zijn om de koperdieven tegen te houden. Misschien is het een idee om op de weggetjes naast het spoor allemaal blaadjes te leggen. Daar hebben ze zelf ook altijd zo'n last van, dus misschien helpt het. En in België hebben ze trouwens hele andere redenen voor treinvertragingen. Daar verwijderde een verliefde conducteur cruciale elektronica bij treinen, zodat hij eerder thuis kon zijn bij zijn vriendin. En het mooie is, die vriendin werkte ook nog bij de Belgische spoorwegen. Waarschijnlijk werkte zij bij de technische dienst en liepen ze elkaar op de een of andere rare manier steeds net mis. Hier hebben we chagrijnige treinconducteurs en koperdieven. Op een begraafplaats in Almelo waren 36 graven vernield voor de koperen sierbuizen. Over een gat in de markt gesproken. Zo bruut om dat te doen. Als je bereid bent om zo ver te gaan voor wat rotcenten, dan kun je net zo goed bij parkeerbeheer gaan werken. Nog even en de beugeltjes worden uit de smoeltjes van kinderen getrokken. En ik vraag me af, zouden die grafschenners dezelfde gasten zijn die ook koperen draden bij het spoor en bliksemafleiders pikken? Dan ontstaan er namelijk meer ongelukken, krijg je meer doden, zijn er meer graven, meer koper. Dat is dan toch nog een klein beetje over nagedacht. En mensen gaan heel ver om brood op de planken te krijgen. De boodschap uit Den Haag luidt dat we allemaal moeten inleveren en die is duidelijk aangekomen. Nu de prijzen van het edelmetaal tot recordhoogte stijgen, wordt het voor de hardwerkende burger steeds lucratiever om hun goud in te ruilen voor geld. Sieraden, munten, maar ook tanden en complete gouden bruggen worden ingeleverd. Volgens de juwelier komen ze soms zo van de tandarts met een gouden kiezen en zit het bloed er nog aan. Dus zelfs met het bloed worden ze nog door de juwelier geaccepteerd. Een win-win situatie. Je kunt nu dus uit jaloezie Ben Saunders al zijn gouden tanden uit zijn bek slaan en er dan vervolgens ook nog geld mee verdienen. Ben Saunders, dat is die gast die zo slecht liedjes kan onthouden dat hij de teksten op zijn lichaam heeft moeten tatoeëren. Natuurlijk, ik ben een beetje jaloers op Ben Saunders. Maar mensen moeten een voorbeeld nemen aan hem. Niet stelen, maar bijvoorbeeld een talentenshow winnen. En daar je geld mee verdienen. Of lever je gouden tanden in. Of verzin een nieuw product. Whatever, doe iets. Tot ziens, ik ga mijn schaamhaar scheren.